Goed, dames en heren, jongens en meisjes, hier direct na de wedstrijd in de 24e wedstrijdronde VV Staphorst Ode 59. We werken hier bij Staphorst niet met de man van de wedstrijd, maar als je nu in deze matige wedstrijd de man van de wedstrijd mag aanwijzen, is het de man met de hat-trick en met de perfecte hat-trick. Dat zeiden we net, was de perfecte hat-trick, Sander. Ja, je zei het net al inderdaad, dus met links en met rechts en met hoofd en in één helft, hè? En in één helft ook, nou ja, in de 18e, de 22e en 41e minuut. Maar die pengel, ik weet niet of je hem normaal sprong had mogen nemen, maar die gunnen ze je dan voor je hat-trick, denk ik. Ik weet dat ik tweede op lijstje staat en dat Stan boven mij staat, maar Stan gaf hem maar mee. Kijk, ja. Dat is ook collegialiteit natuurlijk. Ja, je wint met 3-0 van Ode 59. Ik had het net met de trainer er nog even over, hoe kan zo'n wedstrijd lopen? Want het is, ja, het is dat mooi weer was, maar anders gaan mensen 10 minuten na de rust naar huis, denk ik. Ja, heel begrijpelijk ook. Ja, de tweede helft. Kijk, ik weet niet precies wat er allemaal gebeurde, maar ik had het gevoel dat we een enorm groot middenveld hadden. Dat we er totaal geen grip op kregen op een gegeven moment. Misschien dat er van achteruit niet genoeg werd doorgesteld, dat zou ik nog moeten terugkijken. Maar ja, de tweede helft was niet om aan te gluren, dat kun je wel zeggen, ja. Nou ja, oké, okay, maar je haalt 3 punten. Het belangrijkste vooraf zeiden wij van, je mag niet verliezen. Dat heb je niet gedaan, je moet 3 punten halen. Geen blessures oplopen en geen kaart. Nou, dan haalt Kelt nog een kaart, dat is natuurlijk zonde. En hoe is het met de jongens? Martin die ging er nog vanaf en Daan had ook wat. Ja, Martin die had natuurlijk die had een bloedlip op een gegeven moment, in de eerste helft. En ik vroeg hem net op de bank, ging je er daarvoor af? Nou, nee, dus met Martin is verder niks aan de hand. En met Daan, ja, die had een beetje ongemak in het been, dus ja, die moest even liggen, moest een kleine behandeling hebben. Maar dat was verder ook niks ernstig aan de hand. Goed, nou ja, dat valt dus allemaal mee. En wat dat betreft een mooie dag voor de groep en voor de vereniging. Straks in de kantine nog de apres schietparty, dat ken je ook wel. Ja, je hebt heel lang een blessure gehad, je bent weer goed fit terug en je bent de wedstrijd die je dus gestart bent en ingevallen bent ontzettend belangrijk voor ons. Ja, en ik heb een keer eerder met jou gestaan dat we het over fitheid hebben, over blessures hebben. En dat is altijd het devies van blijf fit. Nou, dat ben ik momenteel gelukkig weer. En dat is natuurlijk altijd mooi als je belangrijk bent voor de ploeg. Je steekt je ziel en zaligheid erin om fit te blijven. En dat je dan belangrijk kan zijn, dan is dat nog mooier natuurlijk. Ja, we gaan het niet hebben over dat je fit moet blijven. Je bent nu gewoon fit, want elke keer als we het erover hebben, dan moet het ook misgaan. Dat willen we helemaal niet. Ja. Maar als je zoals nu gewoon fit bent, er niet mee bezig bent, ja, dan kun je toch wel zien dat je wel wat kunt, meneer de Grote. Ja, nee, dan gaat het lekker en dan weet ik wat ik kan en dan is gevoel goed. Kijk, ik ben een jongen die moet zich vertrouwd voelen in de omgeving. Nou, dat doe ik momenteel bij Staphorst. Ik zit enorm op mijn plek en ja, dan weet ik van mezelf wat ik kan. En dan komt het er ook wel uit. En daarom nog maar een jaartje erbij. Nog een jaartje erbij. Ik mag er nog een jaartje blijven inderdaad. Heel blij mee. Ja, is die beslissing dan moeilijk? Moet je daarover nadenken? Gaat dat moeilijk met het gesprek met de TC? Hoe gaat dat? Nee, de TC heeft altijd wel vertrouwen uitgesproken, maar het is inderdaad... blijf je fit. Kijk, ik snap ook wel dat de club geen geblesseerde speler in de selectie wil hebben, constant. En de afgelopen jaren was het natuurlijk al een beetje wankelen. Maar nee, ze spreken vertrouwen uit naar wat ik kan en vertrouwen dat ik fit blijf. En dat voelt gewoon enorm goed. Dus ja, de gesprekken zijn niet moeilijk geweest, nee, absoluut niet. Nou, oké, okay. En dan is de weg elke week naar Staphorst is niet de moeilijke? Eén rechtstuk, hè? Eén rechtstuk, ja. Hier de man van de hat-trick, hij heeft net al een heel praatje met de Meppel Krant gehad. Met Erik Mensing, we laten hem niet langer wachten. Hij gaat naar zijn maatjes in de kleedkamer. Sander, nogmaals gefeliciteerd, bedankt. Dankjewel. En we hebben het er niet meer over. Gewoon lekker trainen. Gewoon lekker belangrijk zijn voor ons. En dan kunnen we vaak voor je juichen, jongen. Sander de Grote, de man van de wedstrijd, mogen we wel zeggen. Scoorde 3 keer, nogmaals 18e, 22e en 41e minuut. En komende week een oefenwedstrijd tegen Flevo Boys. Wat hebben we volgende week dan? Vrij, hè? Volgende week vrij, waar is dat voor dan? Ja, vraag ik aan VB. Ja, nou ja, dan hebben we 2 uitwedstrijden en dan zien we het wel weer. Goed weekend en tot de volgende keer. Bedankt. Bedankt, jongen. Top. Bedankt, hè. Goed, dames en heren, welkom hier in de bestuur- en sponsorruimte van onze club VV Staphorst. Direct na de wedstrijd in de 24e wedstrijdronde tussen Staphorst en Ode 59 met een uitslag van 3-0. Zoals u van ons gewend bent, doen we altijd even een napraatje met beide trainers. En dan vraag ik Mark Kranendonk even om even bij mij aan te sluiten. Ja. Mark, goedemiddag, mazzel hebben. Ja, het is wedstrijd ronde 24 en je staat nog steeds op de punten die je hebt. Je komt hier naar Staphorst vanuit Heemskerk.
Hoe kun jij je mensen en jezelf nog motiveren om te hopen dat je hier wat resultaat haalt? Nou, het gaat niet om het resultaat hier halen. Want het is, de basis is inderdaad dat wij donders goed weten waar wij staan en waar we begonnen zijn in deze competitie. Maar het plezier erin houden, dat is wel misschien wel staat op één. Waarin een hoop mensen zullen denken van ja, handhaven. Nee, bij ons niet. Wij zijn heel erg realistisch. Waar haal ik de motivatie vandaan? Nou ja, ik blijf een voetbaldier. En uiteindelijk vind ik het nog steeds machtig mooi om met een groep gasten op pad te zijn om tot iets te komen. Dus dat motiveert mij. En wat mij ook motiveert is dat het gewoon ook nu weer stil is in de kleedkamer. En niet omdat we met 3-0 verloren hebben, maar ook omdat we, hoe gek het ook klinkt, deze wedstrijd of in deze wedstrijd ook niet het gevoel hebben gehad dat we helemaal zoek zijn getikt. Alleen ja, er worden wat kleine foutjes worden direct afgestraft. En dan sta je al met 3-0 achter met de rust. En dan sta je met 3-0 achter in de rust. En hoe krijg je die kopjes dan omhoog voor de tweede helft? Over het verloop van de tweede helft hoeven we het niet zo lang te hebben. Maar het gaat mij dan om hoe je dan in de rust omgaat met zo'n groep. Hoe krijg je dan de kopjes weer omhoog? Nou, bij ons is wel een standaard afspraak dat ik een beetje naar het natuurlijk gedrag van mijn spelers kijk. Dus vroegere tijden dan liepen er wel eens spelers door een deur heen. Of die trapten een vuilnisbak de hoek in. Tegenwoordig is dat een stuk minder. Ook in de rust zaten we met elkaar en toen zeiden we ook van, ja, we voetballen helemaal niet slecht. Dus aan de bal, op een ondergrond die ons misschien iets minder ligt, deden we het helemaal niet onaardig. In verdedigend opzicht deden we het voldoende, alleen in bepaalde momenten kregen we de druk er niet goed op. En kwam Staphorst in ieder geval over de zijkanten door. Ja, en dan als er dan ook nog bezetting voor de goal is met kopkracht en dan terugleggen en een goal. Maar de eerste bijvoorbeeld ook, ja, dan gaat een klein foutje aan vooraf. Actie naar binnen en in de korte hoek. En die zit er dan ook in. Dus in de rust hadden wij gewoon ook niet eens het gevoel dat we, ja, we stonden wel 3-0 achter, want we weten wat er op de teller staat. Maar we hadden niet het gevoel dat we helemaal weggetikt werden. En sterker nog, ook in het eerste kwartier, 20 minuten, kunnen ook wij gewoon weer een goal maken. Alleen ja, dat is wel een beetje het verhaal van dit seizoen. Wij komen in aantal en in kwaliteit komen we aanvallers tekort. Dus ja, wat wij nu aan het proberen zijn een aantal spelers aan het omturnen tot aanvallende middenvelder. En in de hoop dat we gewoon toch wat meer uit de tweede lijn gaan schieten en het geluk wat meer moeten gaan zoeken. Nou, dat hebben we geprobeerd. En in de tweede helft hebben we gewoon 1-op-1 op het hele veld gespeeld. Nou, dat is ook weer een compliment voor mijn ploeg. Een hoop teams zullen misschien gaan ingraven van joh, het staat al 3-0 met rust, we gaan schade beperken. Die hebben wij ook wel gehad, een 2-3 wedstrijden. Maar in deze wedstrijd hadden wij dat gevoel dat we dat helemaal niet hoefden. Dus we bleven vrij rustig in de rust. En we hebben gewoon gezegd, we gaan, hoe spelen zij? Nou, dan zitten wij dit er tegenover en we gaan gewoon 1-op-1 op het hele veld spelen. Kijken jongens wie het volhouden en wie niet. En zo gaan we wisselen. En dan is het bij Staphorst misschien ook wel het beste er weer vanaf. Want ze weten ook wel bij 3-0, ja, Odin gaat er misschien geen 4 maken. Maar het ging mij met name om de manier waarop. Aan de bal en in verdedigend opzicht. En gewoon gas geven en niet bang zijn, maar gewoon met lef. En kijken of die ene goal dan valt. En dan kijken wat er dan gebeurt. Nou ja, die goal die valt dan niet. En het moet een beetje meezitten. Maar ja, als je onderaan staat, zit het vaker niet mee dan wel, hè? Nee, oké, dan zit het ook vaak niet mee. En dan zonder om steekjes onder water te geven, maar is dan in de 66e minuut zo'n vrije trap een beetje illustratief? Dan moet ik die vrije trap in de 66e even op mijn netvlies krijgen. Maar illustratief, ja, voor ons aanvallend rondom de 16 meter, dat wij hem gewoon niet op de goal krijgen, bedoel je? Ja, dat bedoel ik eigenlijk, ja. Ja. Ja, maar goed, dat is het. En dan eigenlijk degene, als ik hem even haal, mijn aanvoerder die de vrije trap neemt. Ja, dat is eigenlijk degene die de goal moet maken. Ja, en als je dan dat niet herkent, dat iemand anders de paas moet geven en daar het geluk moet zoeken. En dat misschien Niels juist tegenaan moet lopen. Maar goed, dat zijn dan de details waar we daarna later weer over kunnen nemen. Want de andere kant van het verhaal is dat Niels verantwoordelijkheid wil nemen. En in dit team ook heel veel dingen extra wil doen. Ja, niet altijd daarmee in zijn kracht komt. Dus het is gewoon
een positief iets dat hij de kar wil trekken. Maar hij moet ook weten waar hij even niet moet zijn. Of in ieder geval op een ander moment in de 16 moet zijn en niet de paser moet zijn in dit geval. Ja, oké. Nou, dat zijn dan van die momenten die krijg je dan in zo'n wedstrijd. Nou heb je nog 10 wedstrijdronden te gaan. Je wilt vrolijkheid in de ploeg houden. Je gaat dus in de bus straks en naar andere uitwedstrijden straks proberen om het leuk te houden. Er zal een biertje of een colaatje losgetrokken worden en even over de wedstrijd en over nieuwe dingen. Na het seizoen ga je wat anders doen. Weet je al wat dat wordt? Nee. Of zullen we het daar maar niet over hebben? Oh, jawel hoor. Want nogmaals, ik draai al wat langer in de voetbalwereld mee. Dat het ook op ons niveau gewoon zo is dat keuzes worden gemaakt binnen een club. Nou, ik ben het er niet mee eens, de keuzes die gemaakt zijn. Dus daar ben ik heel duidelijk in. En dat weten ze bij de club ook donders goed. Maar dat wil niet zeggen dat ik de handdoek gooi. Want nogmaals, ik ben als kleine jongen ben ik er begonnen. Ook dit is voor mij ervaring opdoen. Dus dat is geen probleem. Wat ik in het nieuwe seizoen ga doen, dat is nog helemaal niet duidelijk. Maar de komende 10 wedstrijden, en eigenlijk hebben we dat... na de winterstop al met elkaar afgesproken. We willen het in ieder geval beter doen dan de eerste seizoenshelft. We willen meer punten halen en we willen het liefst van de laatste plek af. Nou, dat wordt een beste uitdaging. En we maakten gekscherend het geintje wel van... volgens mij begint de derde periode vandaag. Zullen we een beetje gek doen? Moet je wel wat puntjes gaan pakken. En dan moeten we in ieder geval wat meer goals gaan maken en wat minder tegen krijgen. Ja, nou ja, daar kun je dan al mee beginnen, want de ploeg die boven je staat, die stond ook op verlies. Ik weet niet wat geworden is, maar ik denk dat Kampong ook verloren heeft. Ik wens je ontzettend veel succes met de wedstrijden die nog komen. En dat je wat nieuws kunt vinden, dat geloof ik wel, want deze man die kan niet alleen praten, maar die kan vast ook meer. En ik hoop niet dat je weer in dezelfde situatie komt met je ploeg als dit seizoen. Nee, nou, maar dan is het ook een ontwikkeling, hè? Je bent zo goed en slecht als je spelersgroep en die probeer je te ontwikkelen en van iets tot niets maken of doorontwikkelen wat je overneemt. Dat is ook een onderdeel van ons vak, dus daar is niks mis mee. En ik voel me ook helemaal niet te groot om een ploeg onderin te pakken en werken met een kampioensploeg is fantastisch. Je bent altijd aan het zoeken naar ontwikkeling in je groep, om het zo maar te zeggen. Nou, en als er iets wat ze me niet kunnen verwijten is dat mijn ploeg zich onwijs heeft ontwikkeld. En vandaag is er weer iemand gedebuteerd. Ja, en dat is leuk. En misschien dat ze over een paar jaar denken van, nou, dat heb ik onder die kranen donk toch voor elkaar gekregen. Dus ja, laten we het dan maar bijhouden. Nou, daar houden we het op. Mark Kranendonk, nogmaals bedankt. Nog succes en met alles wat je gaat doen verder. Goed, dat was de trainer van Ode 59, dames en heren. Ja, natuurlijk. En dan, waar er één verliest... Gaat er ook één winnen. Joran, we hebben het er net al even aan het veld over gehad. Want we waren aan het wachten op de man van de hat-trick. En dat was een perfecte hat-trick. Ik weet niet of iedereen weet wat een perfecte hat-trick is. Maar dat is met links, met rechts en één met de kop. En dat is blij dat die jongen vanuit zijn blessure terugkomt. Want dat is ontzettend belangrijk geweest de afgelopen weken. Ja, nou, hij is natuurlijk inderdaad al een tijdje fit. Maar ja, een neusje voor de goal. Dus dat is zeker prettig om erbij te hebben, ja. Ja. Ja, en al helemaal in deze wedstrijd, want we hadden het er ook over. Hoe kan het dat een wedstrijd loopt zoals hij loopt? Oké, maar de start was al niet al te best. Nee, en dan heb je allerlei goede bedoelingen. Hè? Dan wil je snel naar voren, wil je snel ballen afpakken. Wil je ook snel bij hun in de 16 komen met veldspel. Nou, dat kwam er eigenlijk allemaal niet uit. Wat ik vond inderdaad Ode in de eerste 10, misschien wel 15 minuten gewoon beter. Ja, die 1-0 die valt natuurlijk uit het niets. En daarna krijg je wel wat meer grip, moet ik zeggen. Doen we ook wel een omzetting in veldbezetting. Nou, dat vond ik ook wel dat we iets meer grip kregen uiteindelijk. Ja, je scoort 3 keer. En ik kan me voorstellen als je dan trainer van Odin bent en je denkt van ja, wat gebeurt hier? Want ik vond Odin, die hebben het goed gedaan in mijn optiek tegen ons. En ik vond ons gewoon niet goed spelen. Wij moeten het met name bij onszelf zoeken, want we hebben gewoon een... Ja, hele matige en misschien wel in mijn optiek wel de minste wedstrijd van dit seizoen tot op heden gespeeld. En ik hoop ook niet dat het nog een keer gaat voorkomen. Maar ja, het was gewoon heel slecht. Hè. Je scoort 3 keer. Ik moet wel zeggen, tweede helft kun je wel met name vanuit omschakeling nog wel 1 of 2 zou je kunnen maken. Als je wat meer in concentratie en wat meer in focus zit en ook wat meer in technische handelingen. Dus gewoon een bal die wel voor iemand spelen in plaats van achter iemand. Maar ja... Ja, wat jij ook zegt, het was gewoon geen goede wedstrijd van ons. Nee.
Nee, daarom hebben we geluk dat de eerste zonnestralen in maart fijn waren. Want anders dan, zei ik net tegen Sander, boven me ook al met interview, 10 minuten naar rust, dat de missie wel de mensen denken van ik ga vast met de après ski party beginnen. Ja, ik weet niet of die al was begonnen, maar ik kan me wel voorstellen dat je met die gedachte naar binnen gaat. Aan de andere kant, ja, ik denk het is mooi weer. En wij vinden het ook, dat is wel, dat wil ik wel heel duidelijk zeggen. Wij waarderen het wel dat iedereen gewoon is blijven staan en gewoon kijkt. En dat zal inderdaad niet altijd makkelijk zijn geweest gezien het veldspel. Alleen aan de andere kant voor ons, en dat zei ik net ook naar jou na de wedstrijd, voor ons was het ook een luxe. En met Rino voor in de rust, volgens mij hebben wij dat nog niet eerder meegemaakt. Ja, dan was ik ook wel benieuwd in de rust van hey, hoe gaan wij dan na rust, hoe gaan wij reageren? En ik vind dat we dat gewoon niet goed hebben gedaan. Maar als je dat een beetje volwassen uitspeelt, kun je ook verder uitlopen. En dat hebben we gewoon niet goed gedaan. En dan heb je het geluk dat Odin eigenlijk tot aan de 16 dat het met Vlaag aardig was. En dat het daarom daar stopte, gelukkig voor ons. Het was gewoon niet goed, klaar. Nee, was ook niet goed. Weet je, en als het goed is, hebben we het er lang over. En als het niet goed is, moeten we dat ook maar gauw vergeten. En we hopen ook dat dit de slechtste wedstrijd was die Jan Ploeg in ieder geval gespeeld heeft dit seizoen. Nou ja, we komen nou naar de winst vorige week op Dem. Met vandaag 6 punten erbij. Op 31. Zijn we er nog veel nodig, denk je? Nou, linksom, rechtsom om je heen hoor je een beetje dat je er sowieso nog wel 9 nodig hebt om echt veilig te zijn. Maar ja, ik wil eigenlijk wel wat meer punten hebben. Dat we die 9 zo snel mogelijk halen en dat we dan die laatste weken... dan wordt het weer wat mooier weer en hoop ik dat er ook weer wat meer publiek komt. En dat ze ook wel met plezier in de tweede helft kunnen blijven staan. Maar dat is wel waar we op vanuit moeten gaan en ook naartoe willen bouwen, ja. Ja, want daar even op, nog heel even op voortborduren. De blessurebank loopt leeg. Drie jongens vandaag een schorsing erop zitten. Dus het enige smetje op deze wedstrijd is misschien de gele kaart van Keelt. Want je kunt wel net vader geworden zijn, maar hoef je die gele kaart niet op die kamer van die jongen te hangen. Nee, hij kan beter zo'n geel shirt in de jaren. Maar Leon net zo. Ik moet zeggen, Julius die zat er 2 keer ook wel aardig flink in. Ja, dan moet je wel met die tussenstand moet je wel met de kop spelen, denk ik. En moeten we ook daarin wat slimmer zijn. Aan de andere kant, dat is een smetje. Aan de andere kant denk ik van ja, Dennis van Duinen, die valt naar enorm lang blessureleed. En revalideren heeft hij natuurlijk al wel een week of 7-8 bij het tweede meegedaan. Ja, dan vind ik het mooi dat hij daarin ook wordt beloond. En dat is voor hem ook van hey, nu moet je het ook gaan laten zien en door gaan bouwen. En laten zien dat je ook echt bij de eerste elf hoort te spelen. En dat is voor hem ook weer een mooi proces. Dus wij zijn daar wel blij mee, ja. Goed, nou, de groep wordt weer compleet. Hij heeft keuzes te maken met zijn technische staf. Dinsdag volgens mij een oefenwedstrijd tegen Flevo Boys. En dan volgende week niet. En uit. Oh, ik las in het boekje... staat thuis, maar we gaan gewoon naar Flevo Boys, naar de polder. Ja, ik vind het prima. Thuis uit. Je zit mij een beetje uit te dagen, die Henry. Ja, je oude spekbraan, dan ga je maar naar de andere kant. Joran, succes de komende weken nog. Speel ons zo gauw mogelijk veilig. En ik heb er alle vertrouwen in. Bedankt, gefeliciteerd. Goed, ja, onze trainer Joran Hendricks. Mede namens ons bestuur en Bloemet IT, onze wedstrijdsponsor van vandaag. Iedereen bedankt voor hun komst naar Sportpark in Noorderslag. Mensen van Odin, een goede reis terug naar Heemskerk. En probeer er nog wat van te maken dit seizoen. Alle vertrouwen erin met zo'n trainer. Tot ziens en bedankt.